Hi, iedereen heeft het wel eens, een muis in huis. En ja, daar wil je toch eigenlijk vanaf, want het ding dat vreet alles aan. En aan je etenswaren, aan eten aan kabels en het piest overal. Het zijn gewoon vieze dingen. En ja, sommige die staan gewoon bovenop een stoel totdat dat ding weg is. Nou kun je die dingen op verschillende manieren wegkrijgen. Je kan rattengif gebruiken of een echte klapval, een klem. Maar ja, dat is toch best zielig eigenlijk. Ja, want zo'n ding in de klem, baf, boem. Er zijn andere oplossingen. Zoals een levende muizenval, zoals deze van Supercat. Gemaakt door een Zwitsers bedrijf, Switchinmo. En dit is de Supercat levende muizenval. Het neerzetten is eigenlijk heel simpel. Je zet hem op scherp door hem hier te drukken. En de muis kan aan deze kant erin gaan. En zodra die achterin loopt, dan klapt die dicht. Dus er zit een lipje. Ja, die zit hier achter het klepje. Er zit een lipje, klapt die dicht. Dit dekseltje, daar zit al pre-baited lokstof op. Wat heel aantrekkelijk is voor muizen. Dus hoef je in principe niks voor doen. Je zou er eventueel wat pindakaas op kunnen smeren als het weg is. Want hij zal, die muis die zit in dat doosje en die heeft daar nog lekker te eten, dus op den duur is het weg. Maar voor de eerste keer kan je hier goed mee uit de voeten. Zet hem daar neer waar je muizenkeutels gevonden hebt, bij voorkeur langs de muur. Muis loopt nooit zo door de hele zaal heen, altijd langs muren. Dus je vindt daar keuteltjes zo groot als een... een rijstekorreltje, hagelslag, zeg maar. Wat ook het voordeel van deze is, een huismuis, die kan je bestrijden met rodenticide. Maar een spitsmuis, we denken allemaal, dat is toch ook een muis, hij heet muis. Maar een spitsmuis is geen knaagdier, het is een insecteneter. En die eet daarom niet de normale muizenlokstoffen of muizengif. Dus die kan je alleen maar met een klem vangen, of bijvoorbeeld met een levende muizenval. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld leg hier achterin een stukje vlees, spek of dat soort ook, want dat vinden ze lekker. Of misschien pissenbed of wat dan ook, hoe vies je het ook wil maken. En hier kun je dus ook spitsmuizen mee vangen. We hebben hem eigenlijk altijd in voorraad, dus heb je last van muizen, bestel hem voor 3 uur op onze website en krijg hem morgen geleverd. En dan kun je hem vangen en dan kun je daarna... Als je hem gevangen hebt, rustig naar het bos en hem weer uitzetten.